Absoluut. Het is een beetje mijn stopwoordje, absoluut. 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 Hoi, ik ben Lotte. Ik ben contactverpleegkundige op Fleurriade Gentiaan. Hiermee ben ik een tussenpersoon tussen bewoners en de eerste contactpersonen van de bewoners. Wij doen ongeveer dagelijks altijd wel iets met welzijn met de cliënten. Of het nou wandelen is of zoals hier diamond painting. We kijken naar wat de cliënt zelf leuk vindt en daarop gaan we eigenlijk verder. Wil jij die hebben dan? Jan houdt heel erg van creatief zijn, van kleien, van tekenen. Hij doet eigenlijk alles wel op creatief gebied. Dat is ook het mooie aan Archipel, vind ik. Het is niet alleen maar zorg, maar het is ook iets doen met de bewoner. En het hoeft niet altijd per se dit te zijn, hè? Maar gewoon even kletsen met iemand is ook al heel erg fijn. Mag je even op bed gaan zitten, Corrie? Cliënten en regie vind ik heel erg belangrijk. En dat merkte ik wel dat hier wel echt tot z'n recht kwam. Dus ik vind het heel prettig om zowel en mijn zorgkant te kunnen verlenen, maar ook het stukje welzijn, wat ik heel leuk vind om te doen. Elke dag doen we in de ochtend de steunkousje aan en in de avond doen we ze weer uit. Allemaal met een doffe donder. Het zorgt ervoor dat wij wat ergonomisch werken. En voor jullie is het ook fijner, hè? En mevrouw is Jehova's getuige. Toen zij hier is komen wonen, wisten wij eigenlijk niet zo heel veel van Jehova's getuigen af. En je bent heel erg passievol over haar geloof. Liefde voor trouwe leden van Secure. Het kan het hart van een zondaar raken en hem tot berouw brengen. Corrie, dankjewel, hè, lieverd. Ja, jij ook. En ik zie jou straks weer, oké? Okay? Ja. Super. Doei, liefie. Ik ben een katheter aan het voorbereiden. In principe is dit een van de taken die bij mij al functie hoort. Dit wordt altijd eerst besproken met de arts en nadien wordt de actie doorgezet naar ons. En dan zorgen we ervoor dat we veilig en rustig alles kunnen zorgen voor de cliënt of bewoner die dat nodig heeft. Als werkbegeleider op een LIO, dat is een leerinnovatieve omgeving, zorg je er eigenlijk voor dat je continu samen met de stagiaires de afdeling runt. Vandaag was een leerdoel van Laurie om te katheteriseren. En dat betekent dus ook dat haar leerdoel eigenlijk de rode draad is van heel de dag. Dus als zij dat wil doen, dan zorgen wij door te ondersteunen dat zij dat vandaag kan behalen. Wat ga je vandaag doen? Weet je wat?